Vandaag een antwoord op de vraag van Lydia. Lydia staat al jaren wekelijks op de weegschaal. Dat doet ze om haar gewichtsverloop in de gaten te houden. Haar gewicht van week tot week, hoe dat verloopt. En ze ziet dan wel eens schommelingen in haar gewicht van week tot week. Maar die schommelingen zijn nooit heel extreem. En die kan ze eigenlijk ook altijd wel herleiden, hè? Als ze een gewichtstoename op een gegeven moment ziet van de ene op de andere week, dan kan ze dat vaak wel herleiden, want dan heeft ze bijvoorbeeld een feestje gehad, of dan heeft ze slecht geslapen, of is ze uit eten geweest. Ze kan het altijd eigenlijk wel herleiden. En dat schommelt dan even, ze kan het herleiden, dan let ze daar weer op de week daarna en dan schommelt het ook wel weer naar beneden. En zo blijft Lydia aardig op gewicht in de loop der jaren. En dat wekelijks wegen, haar gewichtsverloop in de gaten houden, dat helpt haar hierbij. Want zo leert ze haar lijf kennen, waar het gevoelig voor is, waardoor haar gewicht gaat schommelen. En kan ze, naar aanleiding van die kennis die ze dan heeft vergaard in de week na een schommeling omhoog, dat weer bijstellen, zodat het in de week daarna weer naar beneden is geschommeld, haar gewicht. Nu heeft Lydia gemerkt dat sinds de coronacrisis aan de orde is, omdat ze wekelijks weegt en daar gewoon mee door is gegaan, dat haar gewicht veel vaker en heftiger schommelt als voorheen. En dat ze nu dat niet altijd kan herleiden. Want uit eten gaat ze op dit moment niet. Feestjes heeft ze op dit moment niet, want ze zit nogal veel thuis. Ze heeft eigenlijk gewoon haar standaard eetpatroon. Ja, en eerder was het zo, wanneer ze die aanhield en ze geen feestjes of iets dergelijks had gehad, ja, dan bleef haar gewicht wel aardig stabiel en schommelde die juist in die weken niet. En nu ze geen feestjes en etentjes en dat soort dingen heeft, in de afgelopen weken, sinds de coronacrisis aan de orde is, schommelt haar gewicht van week tot week behoorlijk. Nou, en dit begrijpt ze dus niet, want haar eetpatroon is niet zozeer veranderd. Haar basis eetpatroon sinds ze thuis werkt, sinds de coronacrisis aan de orde is. Dus de vraag van Lydia is, hoe kan het dat opeens mijn gewicht zo enorm gaat schommelen, terwijl er niet echt een aanleiding toe is, juist niet in de afgelopen weken, minder zelfs dan hiervoor. Nou, Lydia. We weten allemaal dat wanneer je voeding tot je neemt en die voeding, de stoffen daarin, waaronder calorieleverende voedingsstoffen, die worden gewoon goed verteerd, die worden opgenomen in je lijf, die worden goed verdeeld over jouw weefsels en cellen en die worden daar ook verbruikt, dan weten we, is er geen reden voor gewichtstoename. Wat we ook weten is, wanneer je iets eet en de stoffen daarin, die worden niet goed verwerkt, niet goed verteerd, niet goed opgenomen in je lijf, niet goed verdeeld of via weefsels en cellen, niet goed verbruikt, ja, dan stapelen ze ergens op. Dat doet dan gewichtstoename met zich meebrengen. Jij hebt gemerkt dat sinds de coronacrisis jouw gewicht enorm schommelt. Jouw voeding varieert juist niet zo sterk als eerder, toen je wel eens een feestje had, toen je wel eens een etentje had. Jouw voeding geeft daar niet zozeer een aanleiding toe. Dat betekent dan dat de verwerking van jouw voeding, de vertering, de opname in je lijf, de verdeling over jouw weefsels en cellen en het verbruiken van de stoffen aanwezig in jouw voeding, dat sinds de coronacrisis is veranderd. Want ja, als je voeding niet is veranderd, maar je gewicht schommelt wel meer dan anders, dan gaat de verwerking van je voeding niet zoals voorheen. En zorgt dat dus voor het anders lopen van processen, zoals de spijsvertering, zoals de verdeling van voedingsstoffen, zoals het verbruik van voedingsstoffen en dergelijke. Dan verloopt dat dus anders sinds de coronacrisis. En wat kan en zal daarin meespelen. Voor velen is de coronacrisis een stressvolle tijd.
Je mist sociale contacten. Je moet thuiswerken, maar ook je kinderen misschien wel lesgeven. Je kinderen kunnen misschien niet goed wennen aan het thuis zijn. Ze zijn misschien heel vervelend. Misschien omdat je man ook thuis werkt, ontstaan er wel echtelijke ruzies. Nou, er zijn allemaal. En misschien zijn er wel mensen in je omgeving ziek of ziek geworden, of misschien zelfs wel overleden. Of opa's en oma's die niet bezocht kunnen worden, waar je je zorgen om maakt, al dat soort dingen. Het is voor velen een zeer stressvolle periode. En wat gebeurt er ten tijde van stress? Ten tijde van stress vindt er een verhoogde afgifte van stresshormonen plaats in je lijf. En een verhoogde, versnelde uitputting van vocht en voedingsstoffen. Dat heeft tot gevolg dat de voedingstoestand in jouw lijf razendsnel verslechtert, als je dat tenminste vergelijkt met tijden waarin je wat meer ontspannen was. En dat maakt dat de spijsvertering in jouw lijf slechter verloopt, want die verloopt niet zo goed wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert, want is je lichaam gericht op overleving en niet op spijsvertering. Dus datgene wat jij eet kan wellicht niet goed verteerd worden, niet zoals eerder, belandt regelmatig, misschien wel slecht verteerd onderin je darmen nu. En dat kan dan zorgen voor bijvoorbeeld vochtretentie in je darmen, wat tot gewichtsfluctuaties leidt. Ook als jouw voeding wel wordt verteerd en opgenomen in je lijf, ja, wanneer stresshormonen overmatig afgegeven worden in je lijf, dan zorgen die ervoor dat de verdeling van vocht en voedingsstoffen vanuit je bloedbaan over jouw weefsels en cellen en het verbruik daarvan, dat wordt beperkt. Dat wordt beperkt wat zoveel mogelijk in jouw bloedbaan bewaart om jouw lichaam te laten overleven en de druk te leggen en de vocht en voedingsstoffen aanvoer op jouw spieren om te vechten of vluchten en jouw meest vitale organen. Maar er vindt dan niet een mooie, evenredige, rustige verdeling en verbruik van stoffen in jouw lijf plaats. Dus, Lydia, wanneer jij merkt dat ondanks juist regelmatigere voeding, zonder heftige uitschieters, wat je eerder wel eens had met een etentje, verjaardag en dat soort dingen, je gewicht veel heftiger schommelt, dan heeft dat te maken met hoe voedingsstoffen verwerkt en verbruikt worden op dit moment in jouw lijf. Dat is veranderd ten opzichte van eerder. En dat doet vermoeden dat deze coronatijd een nogal stressvolle tijd is voor jou, waardoor je regelmatig een verhoogde afgifte van stresshormonen hebt in je lijf. En die doen uiteindelijk het verbruik in jouw lijf dalen, afvalstoffen opstapelen, voor vochtretentie in jouw lijf zorgen, wat voor flinke, heftige schommelingen in je gewicht kan zorgen, terwijl jouw voeding daar totaal geen aanleiding toe geeft.